Welkom bij de nieuwe weekreading. Deze week staat in het teken van nieuwe mogelijkheden ontdekken en dan vooral nieuwe mogelijkheden om je eigen behoeftes te vervullen en meer voldoening in je leven te ervaren. We hebben deze week te maken met 3 energetische invloeden, 2 poortdagen en een maanstand. En we beginnen eigenlijk met een poortdag op de 25e. En deze poortdag die nodigt je juist uit om die nieuwe mogelijkheden te ontdekken, om nieuwe opties te ontdekken. Om echt voor jezelf te onderzoeken van, goh, wat heb ik nou nog eigenlijk niet toe durven geven, wat ik wel eens een keer zou willen proberen. Er zit ook een laagje eerlijk zijn naar jezelf onder, als ik het zo kan verwoorden, een stuk jezelf aan durven kijken, de diepte in jezelf durven zien en durven erkennen dat je misschien wel bepaalde hobby's of interesses, dat die je aantrekken waarvan je dacht van ja, maar dat kan ik niet of dat mag ik niet willen. En vooral dingen waarvan eigenlijk tegen je gezegd is dat dat niet voor jou weggelegd is. Terwijl je nu toch steeds meer voelt dat het wel trekt en dat het misschien wel bij je past. Dus het gaat ook over een stukje muren doorbreken in jezelf. En jezelf toestemming te geven om nog meer te onderzoeken wat jij dus leuk vindt. Wat jij dus fijn vindt. Ongeacht hoe nuttig het is, ongeacht wat anderen er wel of niet van vinden. Dus we raken ook best wel dat ongemakkelijke gevoel in onszelf aan hierin. Dus 25 juli poortdag, nieuwe mogelijkheden ontdekken, nieuwe opties onderzoeken. Even een beetje door onze eigen oordelen daarin heen breken. Dan hebben we het eerste kwartier van 26 juli. En die gaat daar eigenlijk een stukje op door. Die gaat vooral door op het stukje die behoeftes. Dus wat zijn nou mijn behoeftes die niet genoeg vervuld worden? En dat kan op elk gebied zijn, maar het zal over het algemeen gaan over voldoening, over echt plezier, echt genieten. En het kan een vervelend randje aanraken, het kan het gevoel aanraken van eigenlijk ben ik heel gelukkig met mijn leven en toch voel ik het niet altijd zo. Dus iets klopt er nog niet, alleen ik weet nog niet wat dat iets is. En daarvoor dus ook die nieuwe mogelijkheden die aangeraakt worden, die nieuwe inzichten die omhoog komen. Dus die 26 juli, dat eerste kwartier van de nieuwe maand, die kan dat gevoel daardoor triggeren. Dan hebben we nog een poordag van 28 juli, dus een paar dagen daarna. En die staat in het teken van zelfliefde vergroten. Dus die geeft eigenlijk vooral heel veel fijne energie. Die laat heel veel fijne energie vanuit het universum bij ons binnenkomen, omdat die sluier natuurlijk op z'n dunst is als een poordag is. En die helpt daardoor juist jezelf meer te erkennen en gewoon liever voor jezelf te zijn. Dus dat is een verzachtende energie wanneer dat ongemakkelijke gevoel aangeraakt is. Mij lijkt het fijn om daar nog een kaartje bij te trekken. Ik heb er 2 getrokken voor deze week om te kijken of we daar nog een leuke aanvulling bij hebben. En het eerste kaartje, ik vind ze zo vanzelfsprekend. Ik heb ze natuurlijk al gezien. Het eerste kaartje is antwoorden van binnenuit. En deze komen trouwens uit de fluisteringen om te helen, orakelkaarten. Ja, ik zeg dat goed. Antwoorden om te helen. En het tweede kaartje is doelgerichtheid. Nou, in het teken van wat ik net uitgelegd heb, moest ik heel erg lachen om deze kaartjes. Want doelgerichtheid, ja, focus je op wat je voor jezelf wilt. En antwoorden van binnenuit. Als ik deze interpreteer aan de hand van de weekreading, dan zou ik zeggen dat er toegevoegd wordt vanuit deze kaarten, vanuit deze boodschap, dat het belangrijk is om voordat dit proces begint, dus het liefste vandaag nog, als je deze weekreading toevallig op maandag kijkt, dat je goed voor jezelf onderzoekt wat je nou daadwerkelijk in het leven wilt. Voor nu in ieder geval. En dan hebben we het iets over van ja, mijn focuspunt voor nu, mijn doel voor nu is meer voldoening in mijn leven te creëren. Of meer rust in mijn leven te creëren. Of meer uit te rusten, want ik ben zo moe. Of dingen uit mijn agenda te schrappen, want ik heb te veel op mijn to-do-lijstje staan. Of mijn relatie verbeteren of onderzoeken wat ik met mijn relatie wil. Dus het hoeft geen doel van dat moet ik bereiken zijn, denk ik. Ik denk dat het vooral gaat om een focuspunt om te onderzoeken of naartoe te werken. Een antwoord om in jezelf te vinden. En daar sluit dat kaartje dus ook antwoorden van binnenuit op aan. Omdat je
in deze week dus die taboes tegen gaat komen die jou opgelegd zijn. Die je overgenomen hebt, die je meegekregen hebt. En dat kan best wel dat ongemakkelijke gevoel geven waar we het over gehad hebben. Maar dit kaartje dat benadrukt dus eigenlijk van ja, maar jij weet het. Zelfs al zou je een reading doen, kan je iets uithalen, maar jij weet het. Dit kaartje die wijst naar jou, die zegt kijk naar binnen. Zoek het nu even niet bij iemand anders. Je mag het met vriendinnen overleggen, maar maak van hun mening niet gelijk de waarheid. Kijk naar jou, kijk naar jouw geheimen, jouw schaduwkanten, jouw stoute verlangens, jouw foute dromen waarvan iedereen zegt dat kan je niet waarmaken. En niet dat je die dan klakkeloos moet gaan volgen. En realisme mag er ook zijn. Maar wel dat je daar echt eerlijk over bent naar jezelf toe. En naar die antwoorden luistert van wat jou gelukkig maakt. Van wat jij in je leven wilt creëren. Wat jouw doel is voor jezelf waar je naartoe wil werken. Dus het voelt eigenlijk als een beetje een stoute aanmoediging. Het voelt speels, maar ook wel een soort van, ja, weet je, doe maar gewoon en droom maar groot. Dus dat vind ik een hele leuke energetische toevoeging eigenlijk. En ik denk dat jullie dat, ik weet niet of ik me helemaal goed voor, maar ik denk dat jullie wel oppakken wat ik hiermee bedoel. Het is een soort van, ja, gooi alles overboord, kijk naar binnen toe en doe wat jij wilt. Omdat je van jezelf houdt, omdat je jezelf het beste gunt. En gooi de deuren open en laat nieuwe mogelijkheden en ideeën op je pad komen. Van binnenuit. Dus laat het in je opkomen, laat het zich niet van buitenaf aandienen. Ga het niet buiten je zoeken, kijk naar binnen toe. En focus je op dat doel wat je voor jezelf hebt. Wat waren de toevoegingen vanuit de kaarten? Ik vind het dus gelijk een stukje herhaling op basis van wat we net al gezien hebben. Als we nog kijken naar de hulpmiddelen, dan zou ik, als je van edelstenen houdt, voor de sodaliet gaan. Sodaliet is de edelsteen van de zelfvertrouwen die tegelijkertijd ook inwerkt op het keelchakra energetisch gezien. En sodaliet is gewoon heel erg fijn omdat hij je juist ook helpt te zeggen van ja, fuck it. Ik doe gewoon mijn ding. Ik focus me op mezelf en op wat ik wil. En ik kijk naar wat ik voor mezelf gun. En omdat het op die keelchakra inwerkt, versterkt ook juist die communicatie met jezelf in je hoofd en in je intuïtie. Waardoor het makkelijker wordt om die nieuwe ingevingen beter op te pakken, beter te herkennen, beter bewuster van te zijn in jezelf. Dus dat zou mijn advies, suggestie daarin zijn. En qua voor geur, voor in de diffuser, zou ik heel erg gaan voor een wat rustgevendere zelfliefde geur. Dus ik zou gaan voor de rozengeur. Omdat de energie wel de neiging heeft om een soort van duwende energie te creëren. Een soort van, ja, hup, 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 hup. Terwijl dat niet altijd gaat. Daarvoor is die 28 juli ook zo fijn, die poordagenergie ook zo fijn. Dus ik zou daarin gaan voor de rozen of voor de sinaasappel. Om die zelfliefde van de 28ste te benadrukken, energetisch te voeden. En een rustige basis hierin te houden. Als je meer worstelt met het aarde, zou je ook nog kunnen gaan voor een houtgeur. Zoals cederhout of sendelhout. Ook al zijn natuurlijk ook zoete geuren. Een kleine toevoeging. Ik had nog één aantekening voor mezelf bij deze week gemaakt. Je kan ook gaan voor de blauwe kwarts. De blauwe kwarts is de andere edelsteen die heel fijn is bij deze energie. Omdat de blauwe kwarts juist heel erg je intuïtie en je ingevingen benadrukt. Dus die helpt nog beter die nieuwe ingevingen, die nieuwe ideeën, die spontane ingevingen te verstaan. Die intuïtie daarin te versterken. Hier gaan we afronden, mijn mens. En ik wens je een waanzinnige, mooie week toe.